Welkom, en ik ga even zeggen welkom in het Regelhuis, speciaal voor jullie allemaal. Ik ben Manon, ik werk hier als gelijkkansencoördinator. Ik ga verder niet zoveel zeggen, maar Leopold, de voorzitter van het Regelhuis, gaat wat zeggen. En Eden, de voorzitter van de transvereniging, gaat ook wat zeggen. En misschien Ronnie en Naomi ook nog wel. Het zal wel niet zo heel lang zijn, maar gewoon even als een soort van officieel momentje. Dat we het heel erg leuk vinden dat jullie hier zijn. Dus vandaag. Dankjewel. Goedenavond allemaal en welkom in dit huis. En zoals Mon zei, ik ben voorzitter van Regelhuis Limburg VZW. Die VZW is meer dan alleen maar dit huis, dat jullie nu zien. We zijn een vrijwilligersorganisatie met professionele ondersteuning. En die professionele ondersteuning, dat is Manon. Die werkt 19 uur per week voor ons. En als VZW informeren en sensibiliseren we de samenleving. We hebben overleg met steden en gemeenten. We proberen beleidsmakers te overtuigen van onze doelstellingen. Maar ook andere middenveldorganisaties. We komen op scholen, we gaan naar jeugdverenigingen enzovoorts. We geven daar vormingen, workshops, lezingen. En we houden contact met de pers en met de samenleving zelf uiteraard. Daarnaast zijn we een koepel. En in die koepel zijn op dit moment 11 verenigingen aangesloten. Keerpunt is... De transgendervereniging is daar één van. En als laatste hebben we dus het huis waar we ons nu bevinden. Een plek die als warme thuis fungeert, waar iedereen welkom is, waar serieuze gesprekken worden gevoerd, maar waar ook quiz worden georganiseerd, waar gefeest wordt, waar we live het Eurovisie Songfestival bekijken en waar we soms zelfs de Rode Duivels volgen. En alle verenigingen maken ook gebruik van dit huis, of kunnen gebruik maken van dit huis. Kunt je natuurlijk de vraag stellen, is in 2019 zo'n huis nog wel nodig? Omdat we hebben in ons land een heleboel wetten en regels, waardoor er vaak een idee ontstaat, tja, holibies, transpersonen, die kunnen er zijn, die mogen er zijn, er wordt niet meer gediscrimineerd. Maar dat is dus niet zo. Het mag er wel zo zijn dat discriminatie wettelijk strafbaar is en dat holibies mogen trouwen en kinderen adopteren. Ondanks dit alles zijn we er dus nog lang niet. Nog steeds is de psychische nood hoog en hoger en is het aantal pogingen tot zelfdoding binnen onze gemeenschap vele malen hoger dan daarbuiten. Waarbij het niet het feit is dat je holibi of transgender bent waarop dat je uit het leven wil stappen, maar de manier waarop de omgeving daarmee omgaat. En ook of je jezelf kunt accepteren en respecteren. Want iedereen die geboren wordt, daar wordt vanuit gegaan dat hij hetero is. Dat is ook norm in onze samenleving. Iedereen, dat is een jongetje, die zal wel trouwen, die zal wel met een vrouw trouwen, die zal wel kinderen krijgen. Maar op het moment dat dat jongetje eigenlijk voor een meisje blijkt te zijn, of dat jongetje met een jongetje wil samenwonen, dan is dat toch nog, dat is niet ingebakken in onze cultuur, niet ingebakken in onze opvoeding, zomaar wil zeggen. Waardoor dus ook voor die persoon zelf het moeilijk is om dat te accepteren. Daarom dat een initiatief als dit, dat door Naomi is opgestart en door Ronnie volop wordt gesteund, is voor ons dan ook enorm hartverwarmend. Met name voor transpersonen, vandaar dat we ons als huis gevraagd hebben om hier te zijn op deze avond. Het feit dat hier op dit moment niet veel transpersonen aanwezig zijn, zal wellicht te maken hebben met al die camera's die hier op dit moment zijn. Omdat veel van hun nog niet echt zo visueel aanwezig willen zijn. Het is namelijk voor transpersonen niet altijd gemakkelijk om tijdens en na hun transitie zichzelf te kunnen zijn, om zich te tonen aan de wereld. En net daar nodigt een misverkiezing en ook een modeshow toe uit, om zelfverzekerd en duidelijk zichtbaar voor iedereen over die catwalk te lopen. Persoonlijk, ik ben geen transgender, ik ben cisgender zoals dat heet. Ik ben een man, als man geboren en ik kan dat ook best wel accepteren dat man zijn. Maar het lijkt mij... Voor transpersonen die ik heb leren kennen de afgelopen jaren dat ik hier verloren ben. Een enorme grote stap, stel dat die zouden zeggen, ik loop ook over die catwalk. En ik toon me aan de wereld zoals ik ben. Op het moment dat Eden op 11 november over die catwalk gaat lopen. Eden die geboren is als meisje en die stap nu heeft gezet en als man door het leven gaat, zich als man identificeert. Is dat natuurlijk wel een enorme stap. Een veel grotere stap dan voor jullie de reis van spreken. En daarom bedank ik dan ook namens de Regenbooghuis Limburg iedereen die meewerkt aan dit initiatief, waarbij dan ook nog eens wij als goed doel zijn uitgekozen. En ik beloof jullie dat we die financiële bijdrage op een
correcte wijze aan onze doelstellingen zullen besteden. Bedankt en ik wens jullie een fijne avond en veel succes met jullie. Ja, zoveel na wat Leopold allemaal al verteld heeft, kan ik niet meer veel aan toevoegen. Buiten ja, bedankt dat jullie hier allemaal zijn en dat jullie deze initiatief inderdaad natuurlijk steunen. En heel leuk, de t-shirts die ik zie, ik vind het echt mooi. Ik had ze er net al eventjes gezien. Prachtig om te zien, want inderdaad, wij zijn ook maar mensen. Ik heb het er net in het filmpje ook even aangeraden van, wij zijn ook maar mensen, wij willen ook gewoon ons werk doen, onze hobby's uitvoeren. Of dat we nu een andere weg bewandelen dan de normale mens, zullen we maar even zeggen. Uiteindelijk willen wij ook hetzelfde als jullie: geaccepteerd worden, lief hebben, een gezin eventueel opstarten, een woonst, alles erop en eraan, zoals ieder van ons allemaal eigenlijk wil. Voor de rest kan ik niet veel meer toevoegen dan, ja, dank u. Naomi? Oké, ik ga. Hey, iedereen vroeg misschien zich af waarom ik het regenboekhuis in Hasselt heb gekozen, was goed doen. Goh, iedereen zegt wel, chapeau dat je dat doet op die catwalks en die fotoshoots en noem maar op. Ik heb heel veel mooie dingen mogen doen vorig jaar. Maar ik ben ook ergens begonnen. En in mijn diepste dal en mijn grootste twijfels was er altijd één huis waar ik terecht kon en dat was hier. Dus die mensen van hier hebben mij door heel wat geholpen. Ze stonden altijd dag en nacht voor me klaar, babbels, dokters, alles wat ik moest weten, ik moest maar een telefoontje doen. En, ja. Dus alles wat ik ben vandaag, en dat lintje wat ik heb, en dat kroontje, en alles, heb ik mede dankzij dit te danken. En als dit er niet was, wist ik niet wie ik vandaag was of wie ik vandaag ben. Dus vandaar mijn keuze van dit hier, als goed doen te kiezen. Dus, en ik doe dat ook met heel mijn hart. Op geen van Naomi zegt, waarom wij als organisatie meestappen in dit verhaal. Wel, ik denk dat een van de laatste zinnen die Naomi net aanhaalt, dat daar heel veel mee te maken heeft. Ik weet nog dat zij bij ons op gesprek kwam, zal ik zo maar zeggen, en dat er op een gegeven moment de vraag kwam, ik ga het voor één keer zo noemen, de outing was van, ik ben transgender, en dan kwam die in mijn hoofd die zin die nog altijd blijft nazinnen, is dat een probleem? Ja, dat denk ik dat dat een beetje de bron geweest is van alles om dit nu als goed doel mee te ondersteunen. Uiteraard is dat geen probleem in deze tijd, in deze maatschappij. Een probleem mag en kan dat niet zijn. Ik denk dat de t-shirten, die trouwens van, niet vanuit de organisatie, maar vanuit uit de groep, zal ik maar zeggen, komt, meer dan voldoende zegt. Ben ik homo, ben ik bi, ben ik trans, ben ik wat dan ook? Nee, ik ben een persoon. En dat is hetgeen wat wij als organisatie een beetje willen in de verf zetten. Vandaar dat we, ik denk, niet beter een gezicht van kunnen kiezen of genomen hebben. Dat is Naomi. Maar ik hoop dat wij alle gezichten die wij nog vandaag mogen en hopen te mogen zien en op de defilé mogen zien, dat we die in de toekomst meer en meer mogen zien overal. Want voor ons is het misschien, hè, vanuit onze groep, zal ik maar zeggen, of vanuit onze mensen, de normale mensen, zoals Aiden dat noemde, wij zijn alles behalve normaler dan de rest. Ik moet dat afronden. Vanuit ons naar jullie toe willen wij gewoon duidelijk maken van, ik hoop dat jullie allemaal ons initiatief ook gaan steunen op de 11e november bij de defilé. Ik hoop er zoveel mogelijk mensen naartoe te krijgen en wij hopen zoveel mogelijk aan jullie te mogen overmaken. Alsjeblieft.